much to fear. We were moving mountains alone before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Ja, daar staan we dan. We gaan naar de jury. John, wat vond je ervan? Ja, wat ik ervan vond. Ik vond dat het nummer niet echt bij jou past. Het is een nummer waarbij het belangrijk is dat je een hele grote stem bent, hebt. En al ben ik het niet eens met de kritiek dat je geen solo-artiest zou zijn. Zo'n soort solo-artiesten vind ik je ook weer niet. Meer een Kylie Minogue. Maar om nou te gaan wedijveren met, met Mariah Carey, dat is iets te hoog gegrepen. Oké. Okay. Kylie is ook een grote artiest, dus dat. Daarom had ik ook gekozen voor de versie uit de film. Ze is wel net zo groot als Kylie. En bewust niet voor die van Mariah Carey en Whitney Houston. Ja, maar toch. Als je hoorde je dat, Jon? Dat hoorde ik. Als je dat dan al niet redt. Maar toch, het liedje vraagt om een grote stem, vind ik. En dat ja, en dat miste je nu niet. Vanavond. Ja. Oké, okay, Journey? Ja, of het groot of klein zou zijn, bij jou is het in elk geval klein. Je bent een lieve schat van het publiek geworden. En je hebt ook vreselijk je best gedaan, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Maar ik denk, gezien de uitglijers en de slechte controle over je stem, vooral in het begin, dan denk ik dat jij nu je grens bereikt hebt. Oh.